Het weer past bij het project en dat past ook bij de noodzaak van deze duiker. We gaan niet een duikertje, zeg maar, de ene sloot met de andere kant verbinden. Nee, we gaan nu het hele systeem, het watersysteem van Assendorp robuust maken door onder het hele spoortracé op een flinke diepte, zeg maar, een buis van deze grootte door te leggen. En daar zijn we als waterschap enorm blij mee. Een briljante oplossing om eigenlijk dat ventiel dan aan te leggen door middel van deze buis. Daar zijn we dan ontzettend blij mee, maar niet alleen wij als organisaties, maar vooral de inwoners die hier 200 meter vandaan wonen. Maar het gaat niet alleen over wateroverlast, het gaat inderdaad ook over een veranderend klimaat waarbij we zien dat we met z'n allen, zeg maar, ze nu en dan piekbelasting krijgen om meer water in één keer weg te kunnen krijgen.